Ik word opgeschrikt door gekraken in mijn gang. Dat mijn deurposten begonnen te kraken. En op een gegeven moment word ik echt zo twee keer opzij geschud. Echt zo'n wiebeldansje. Net als veel anderen schrok Angelique Goris gisteren toen zij iets na negenen een schok voelde. In de top van zwaarste aardbevingen in dit... Dus omdat ik zo'n shaker was, dacht ik dus wel een aardbeving. Toen heb ik mijn moeder gelijk opgebeld. Want die woont een half uur verder in Lombok. En toen heb ik haar gevraagd of zij ook een, iets voelde. Toen had ze, zei ze dat ze een kriebel in de kont voelde. Die kriebel was een aardbeving met een kracht van 4,5 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag in het Duitse Xanten, 40 kilometer van Nijmegen. Bij de Faculteit Aardwetenschappen van de Universiteit Utrecht staat een seismometer die de schokken hier meet. Op een uitdraai is de aardbeving te zien. Deze eerste golfjes die zijn heel erg klein. Daar zijn dieren dus wel gevoelig voor. En die, die reageren op. En een tijdje later, een paar seconden later. dan komen die grotere golven binnen. en die voelen wij dan wel. Hierop kwamen bij de meldkamer van de politie. en op de redactie van RTV Utrecht. veel telefoontjes binnen van verontruste mensen. En op de website rtvutrecht.nl kwamen tientallen reacties van kijkers en luisteraars binnen. Angelique vroeg zich vooral af. of het nou echt om een aardbeving ging. Nou, toen ben ik dus naar het balkon gegaan. Dan heb ik gekeken of er iemand buiten was. Nou, er liep toevallig een jongen voorbij, dus ik ben over de reding gaan hangen. heb ik gezegd, heb je ook de aarde zien wel voelen bewegen? En uh, die keek echt zo omhoog, van nou, uh, volgens mij spoor jij niet. Van deze aardbeving wordt nu onderzocht wat de oorzaak was. Angelique had het vooral graag van tevoren willen weten. Maar voorspellen is niet mogelijk. De reden waarom een aardbeving begint, dat, dat weten we eigenlijk niet precies. En ik denk ook niet dat we daar precies achter komen. Dat, dat zal gewoon misschien een heel kleine fluctuatie zijn en ingewikkeld. Gelukkig heeft de aardbeving van gisteravond geen schade opgeleverd. Althans, geen echte grote schade. Het enige wat me wel een beetje opviel is: dat ik heb hier een koe hangen met zijn hoofd. En die hangt normaal altijd gewoon recht. En die hing gisteren, dus ja, dat gebeurde niet in één keer scheef. Maar of het hierbij blijft, is nog onzeker. Er kunnen nog naschokken zijn.